Ten eerste, Ronnie, hoe gaat het? Ja, lekker, lekker. Met jou? Prima, lekker. Voordat we het over een nieuw album gaan hebben, wil ik graag even over het begin hebben. Ja. Je komt uit een muzikaal gezin. Ja. Is er misschien één stuk muziek of een album of iets dat je is bijgebleven dat je ouders voor je draaiden? Jazeker. Toen ik een baby was, dus hier kan ik me nog niet, niks van herinneren, maar toen ik een baby was, was er een liedje van Boyz II Men, R&B groep, End of the Road. Okay. En dat moest ik, als ik ging huilen en als mijn ouders dat opzetten, dan viel ik wel in slaap. En als ik dat, mijn moeder vertelde dan altijd dat verhaal aan mij. En als ik dat liedje dan later luisterde, toen ik 6, 7, 8 werd, werkte het nog steeds altijd een soort van speciaal gevoel bij mij op. Alsof ik in mijn onbewuste nog steeds een link had met dat nummer of zo. Okay. Dus dat is het End of the Road, Boyz II Men. Yeah. Luister je het af en toe nog? Ja, het is niet dat ik het op in mijn iTunes heb of zo, maar als ik een keer in de vibe ben, als ik even een avond jaren 90 R&B aan het luisteren ben, dan sla ik hem zeker niet over. En, nee, ik vind het ook echt een leuk nummer, dat ook, ja. Okay. En was dit het soort muziek dat je ouders voor je speelden? R&B, een beetje jaren 90? Voor veel zwarte muziek uit de jaren 90, dus oude hip-hop. R&B, maar heel veel Motown ben ik ook mee opgegroeid eigenlijk. En funk, ja, echt dat hoekje. Is er misschien een album of iets wat je op jonge leeftijd grijs hebt gedraaid? Ja, sowieso werd bij ons thuis heel veel Fuji's. Dat heb ik heel goed gehoord. En, ja, mijn moeder had altijd, eerst had je dan die cassettetjes, dat was dan vroeger helemaal, en dat ze van N.W.A. had ze dat. En later brandde mijn moeder altijd van die verzamel-cd's met gewoon alle gladste R&B-songs uit de jaren 90. En die zijn mij heel goed bijgebleven, al die cd's die zij zelf maakte met verschillende nummers erop, van Brian McKnight en Boyz II Men en Jodeci en allemaal van dat soort jaren 90 dingen. Maar hip-hop was er dus al vanaf het begin bij? Ja, zeker. Ja, dat kwam dan niet echt van mijn moeder, een beetje van mijn moeder, maar vooral van mijn vader. Die was gewoon echt hip-hop. Die had een wijde broek, één oorbel, pet schuin vooruit en gewoon boom-bap, hip-hop, biggie. Dat heb ik heel vaak gehoord toen ik klein was. En op welke leeftijd begon het bij jou te kriebelen als het ware, dat je dacht van, oh, dit wil ik doen? Ja, ik had dus dat ik heel erg opgegroeid werd met Motown en op een gegeven moment werd ik 10, 11, 12 en toen wou ik mijn eigen mening creëren. Dus dat ik even een periode had dat ik fan was van Linkin Park en P.O.D. en nog een paar rockbands zeg maar, uit die tijd. En dat vond ik toen even heel tof. En toen kwam ik toch weer terug bij hip-hop toen ik 12, 13 was, toen 50 Cent bekend begon te worden wereldwijd. En toen dacht ik wel van oké, dit is wel echt mijn ding, dit is wat ik echt nice vind. En ja, sindsdien ben ik echt bij hip-hop, heel veel hip-hop gaan luisteren en maken ook zelf. Dat was ook een beetje hetzelfde moment. Dat ik het begon te luisteren en maken was het gelijk. Weet je waar je eerste rap over ging? Zeg maar het eerste liedje dat je maakte? Nou, maar mijn allereerste rap was een parodie van Wat wil je doen dan? Van Space Case en Oppo Sits en Willy Bartel en zo. En, ik weet niet meer precies wat ik allemaal zei, maar ik weet in ieder geval dat ik gewoon de tekst van Space Case... Ik had heel zijn tekst precies overgenomen en een paar eigen woorden, zeg maar... in zijn zinnen toegevoegd. Dus eigenlijk was het niet eens een eigen rap. Ik had gewoon Space Case rap met een paar woorden veranderd. Maar zo begon het wel voor mij. Dat ik gewoon eigenlijk begon na te doen wat ik tof vond en wat ik zag op tv. Oké, en was het zowel Nederlandstalig als Engelstalig? Wat ik zelf deed was alleen Nederlandstalig. Maar ik heb altijd Engelstalige rap veel geluisterd. Maar dat Nederlandstalige, dat kwam ook... In die tijd kwam dat voor mij, toen ik 13 was, met Lange Frans en Baas B. Heel die tijd, dat was het begin voor Nederlandse rap voor mij. En het begin dat ik zelf ook begon te rappen. Dus ja, dat is allemaal samengegaan door één deur. Oké. Heb je ooit de intentie gehad om ook Engelstalige raps te schrijven? Nee, dat heb ik eigenlijk pas nu sinds een jaartje of anderhalf ben ik daar pas aan begonnen. Maar ik heb nooit eigenlijk die drang gehad of het gevoel gehad van dat wil ik doen omdat ik in Nederland zo mijn ding deed en daar ook steeds beter in werd. Mm. Maar nu kijk ik er weer heel anders tegenop en nu ben ik er wel degelijk mee bezig. Ja. Wat is er veranderd dan nu? Nou, ik ben sowieso nog meer open. Ik stond altijd wel open voor nieuwe dingen, maar ja, ik stond open voor nieuwe dingen in mijn veiligheid, in mijn eigen zone, zeg maar, waar ik mij comfortabel voelde. Maar nu ik 22 ben, ben ik niet meer echt bang om uit dat hokje ook te stappen. En Engels is heel oncomfortabel voor mij, omdat ik heb sowieso een accent. Dus ik zou het sowieso niet voor mezelf schrijven. Als ik iets Engels schrijf, is het voor iemand anders. Maar het kan wel. En doordat ik nu weet dat het wel kan, durf ik het ook wel meer te doen. Ja. Is het ook deels dat, want dat hoor ik vaker, dat toch in Nederland de opties een beetje beperkt zijn? Zeg maar, je hebt een bepaald niveau dat je kan halen en... Ja, zeker. Ja, dat is ook de reden dat ik daar heb je gelijk in. Ja, nee, dat is een van de grotere redenen dat ik ook dat Engels aan het doen ben. Omdat je maakt het leven veel breder voor jezelf als je er iets mee kan doen. In Nederland is er een plafond, maar je bent dus snel. Zeg maar, of je even bekend wordt als Gers Pardoel, dan is dat een ander plafond voor jou weggelegd. Maar voor de muziek die ik maak, in Nederland weet ik niet hoe hoog dat plafond is. En ik doe sowieso nooit concessies aan mijn muziek. Ik wil echt maken wat ik wil. Was het in die zin dan moeilijk om binnen te breken of door te breken? Want je hebt een kleine rapgroep gehad, geloof ik, voor een tijd. En daarna wat meer voor jezelf en samenwerkingen. Maar... Ja, dat is... Nou, doorbreken was voor mijn gevoel een van de, juist misschien het makkelijkste om een beetje erin te komen. En dat was vooral omdat ik wist dat ik iets deed wat anderen nog niet deden. En wat je zegt, toen ik in de rapgroep met die anderen zat, deden we dat ook al. Okay. Maar toen was Nederland nog niet klaar. En wij zelf waren ook niet goed genoeg, maar we deden al wat we 3 jaar daarna, wat ik 3 jaar daarna deed. En... op een gegeven moment merkte ik gewoon dat Nederland gewoon heel erg klaar was voor dat ding wat ik deed. Dus ik vertrouwde altijd 100% op mezelf en op wat ik deed en het werkte ook. Dus doorbreken vond ik niet moeilijk. Blijven staan is, vind ik moeilijker. Okay. Maar hoe zie je dat onderscheid dan? Zeg maar? Wat onderscheidt jou in die zin dan van wat er gaande was op dat tijd? Als ik terugspreek over die tijd, zeg maar nu, EDM is dan dat genre en daar komt nu een heel soort genre uit waar die soort van trap beats zijn met bliepjes en akkoorden daarvoor met een refrein of zo. Maar wij deden dat voordat het zo was geworden wat het nu is. Ik wil bijna zelf zeggen dat ik en Boaz misschien de eerste waren. Of in ieder geval een van de eerste op aarde die daarmee bezig waren met die crossover. Toen begon ook in Nederland, zelfs in Nederland, genoeg mensen die na ons tracks maakten met drops en een zangrefreintje. Maar voor ons had dat toen nog geen benaming. En wij wisten toen al van, yo, als dit... wat wij nu doen zoiets nieuws is en dan moet het wel goed komen. En buiten dat is het Nederlandse volk ook over het algemeen heel erg ready om een beetje te duwen. En we zijn niet bang om een beetje te springen en een beetje te hakken. En wij wisten dat heel goed over te brengen. Was deze productiekant, zeg maar, van het muziek maken, was dit al vanaf het begin, zeg maar, vanaf toen je begon met rappen, was dit er altijd? Ja, ik maakte eerst beats voordat ik begon met rappen. Toen was ik was 13 en toen begon ik met beats maken. En toen ik 14 was, rapte ik. Dus ik ben altijd heel erg bezig geweest met het maken van muziek. Maar wat mij zo erg heeft geholpen door met Boaz om te gaan, is dat hij vooral veel van het technische... altijd bezig is geweest met het technische. En ik altijd met het creatieve eigenlijk. Alleen maar met het super creatieve. Akkoorden spelen, zingen. En toen wij dat samenbrachten, toen ontstond er een hele nieuwe bom, zeg maar. Weet je nog de eerste keer dat je Boaz ontmoette? Ja, sowieso. Dat was op een talentenjacht, waar ik ook met die rapgroep waar we het over hadden, Jupiter Boys, wij deden mee. En Leo deed mee, dat is een vriend van Boaz en Polska. En Polska was zijn backup en Boaz was de DJ. En in die talentenjacht werden wij helemaal uitgekotst. Maar achteraf in die backstage zei Boaz tegen mij van, yo, je weet toch, ik vind het eigenlijk wel tof wat jullie doen. Want wij deden een beetje hetzelfde. Hun deden gekke dingen, wij deden gekke dingen. Maar dat was de tijd van doorsnee, hiphop, hard, je moet bitter zijn. En ja, zodoende zijn we samen gaan werken. Omdat wij eigenlijk de enige twee waren in Nederland, de enige twee groepen die een beetje op dezelfde lijn zaten. En op dat moment al bezig waren met bliepjes en... dat soort dingen. En dat is dan ook misschien waar de samenwerking met Mr. Polska vandaan komt? Ja, zeker. Okay. Zeker. Polska heb ik ook daar leren kennen, allemaal daar ontmoet en vervolgens zijn we gaan werken en toen, ja, dat klikte gewoon gelijk.